Hey, welkom bij BSNet en leuk dat jullie weer kijken. Wij gaan verder waar we laatst waren gebleven. En ik werd achterna gezeten door juffrouw GoGo Gadget Uitschuifnek, zoals ik het noem. En we gaan gewoon weer leuk verder. En ja, we gaan gewoon leuk verder. Ik ben benieuwd wat mij te wachten staat. Laat ik zachtjes doen. Waarom heeft hij een kaboutermuts op? En wat loopt hij nou in godsnaam te krabbelen op de vloer? Rare kinderen. Ik zie daar wel iets wat ik volgens mij kan pakken. Waar ik hem mee kan slaan. Laat ik het proberen. Hij zit aan een touwtje vast. Oké. Okay. Hallo, hier ben ik weer. Kom dan. Kom dan. Ah, je zit lekker aan het touwtje vast. Ah. Oh, sappie. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Ja, kom dan. Je krijgt deze vriend. Ga nou helemaal kapot. Oké. Oké. Zo te zien kan ik het niet meenemen. Dus oh, trouwens wel. Het moet zelfs. Ik moet dit kapot slaan. Zeker weten als jij zoveel lawaai maakt, jongen. Echt waar. De juffrouw komt zo meteen gewoon weer achter je aan. En dan ben ik wel bewapend. Ik zie daar nog meer van die puntmutsen. Ik hoor dat iemand aan het hakken is. Of ergens op slaan of zo. Geen idee. Zo! Is dat juffrouw GoGo Gadget Uitschuifnek? Ja, dat is zo zeker. Nee! Oh. Kan ik niet een wat zachtere val maken? Ik ga heel voorzichtig er doorheen. Is hij allemaal aan het doen? Heel voorzichtig. Ja, het kan niet voorzichtig. Nou, rennen. Oh, hier. Echt waar, ze is zo ontiegelijk eng. Gaan we gewoon lekker door met waar je gebleven was. Ja, heel goed. Volgens mij is een kind gewoon een kaart pak slaag aan het geven of zo. Nou, er gaat hier weer eentje vallen natuurlijk en dan gaan we rennen doen. Oh. Oké, dat gaat goed. Dat gaat goed. Oké.
durf te wedden dat zij haar nek nog meer kunnen uitrekken. Ik zie hier een asbak. Er wordt hier dus ook gerookt. Oké. Rennen. Door het ding heen. Oké. Daar komt onze juffrouw. Laat ik gewoon even lekker hier blijven. Even kijken wat zij allemaal gaat doen. Nou, weet je. Hopsakee. Waar is die juffrouw? Want dit vind ik niet zo leuk. Hier hou ik niet zo van. Hier kan je bovenop, zie ik. Even kijken hoor. Oké, ik moet daar gewoon bovenop. Wat doe ik nou? Spring ik er gewoon vanaf? In ieder geval daar moet ik niet zijn, dus ik ga hem duwen. Kan ik dat ding niet duwen? Zitten toch wieltjes? Ja. Plaats hem heel even hier. Kijk, oh, ik zie daar een hoedje. Ja, kijk eens. Nou, laten we even kijken. Het is een emmer. Een blik. Tot nu toe wat ik gevonden heb, is dat wel de leukste. Maar de zak, dat blijft toch nog echt mijn ding. Nou, naar beneden. Laten we deze maar even die kant opschuiven. Is die juffrouw allemaal aan het doen, joh? Ze maakt zulke vieze, gore geluiden. Oh. Rennen! Rennen! Waarom lukt dit nou niet? Jemig! Ik schrik me echt de tyfus. Ah, dat is ook het leuke van dit soort spelletjes. Oké. Nou, ik ga gewoon rennen. Ja, kom maar. Kom maar gewoon. Oh. En bukken, en bukken. En hier ook rennen. Ik vind dit echt niet leuk. Kom op. Hier even wachten. Ik krijg gewoon echt de kippenvel over mijn lichaam echt van die juffrouw. Oké, ik blijf even hier hoor. Nee. Uit angst laat ik mezelf vallen. Oh, dat gaat nog maar net goed.
Oké, gewoon rustig stil blijven zitten. Rustig. Ik vind haar echt niet leuk. Nee. Oh. Ik haat haar. Oké. Ik ga hier wel naar beneden. Want ze kijkt daar. En ze gaat nu omdraaien, dus ik ga nu deze kant op. Rot op hoor. Hoe moet die kant op? Ik vind haar echt niet leuk. Ik vind haar echt niet leuk. Zo blij als ik hier weg ben, echt waar. Ik neem mijn vriend mee. Laat even in de reacties weten hoe jij dit ervaren hebt. Vond je dit nou ook best wel eng? Ja. En daarom vind ik het ook zo leuk om dit soort spelletjes te spelen. Omdat ik het gewoon super chill vind om een beetje te griezelen. Dat is de reden waarom ik eigenlijk ook horrorboxen doe met Roy. Alleen het probleem is, door de corona kunnen wij daar niet mee verder. Door de avondklok. Maar we willen snel weer iets gaan doen met horrorbox. Even dat jullie het ook weten. Mocht je dat nou niet gezien hebben, kijk even op ons YouTube kanaal en zoek het even op. Ik denk dat ze weer terugkomt, want ik kan me hier verstoppen, zie ik. Alleen ik moet nou even gaan uitzoeken waar ik naartoe moet. Oh, hier is volgens mij gewoon een ingang. Alleen ik zie helemaal niks. Oké, nou dan niet. Volgens mij kan ik hierop klimmen of zo. Nee, dat gaat dus weer eens niet. Laat maar zitten. Oké, ook niet. Ook niet. Deze kunnen we verschuiven. Dat maakt veel te veel lawaai. Dat hoort die juffrouw toch? Nou, hier is dus echt niks. Ik denk dat ik deze... Ik kan volgens mij ook niet terug. Nee, dat is ook niet de bedoeling. Ik zie daar een gat daarboven. Nou, ga eens even met dat ding. Nou. Zo jammer dat mijn vriendje er niet is. Anders had hij even kunnen helpen. Jongen. Wat is dit voor irritant ding, man? Je laat ook de hele tijd los. Nou, ik ga gewoon maar naar voren schuiven. Vet irritant. Ik denk toch wel dat hij daar naartoe moet. Ja, klim er maar op. Hé, dit is zo irritant.
Nou, volgens mij heeft het helemaal geen zin, want ik kan hier niet klimmen. Nee, maar gewoon hiermee. Oh, er zit alleen een verhoging hier, dus daar kan hij waarschijnlijk niet doorheen. Nee, dat dacht ik al. Als ik hem nou. Nou, waar moet ik nou naartoe dan? Zit daar een gat of zo? Ik zie het ook zo slecht. Nou, kom eens even opslappen. Zo, zet hem hier gewoon weer terug. En ook niet. Misschien moet ik hem voor die deur zetten, zodat ik hem open kan trekken. Maar ja, die juffrouw is die kant ook opgegaan. Ik zie geen andere opties. Ja, weet je, ik ga het gewoon doen. Dit is wel irritant, dat ik gewoon echt. Nou, pak dat ding nou gewoon. Nou, kom op. Kijk. Als heb je boeken lopen verbranden, die juffrouw zie ik. Dus niet onderdoor. Af en toe loop ik te kloten, echt. Zo erg te kloten. We kunnen hier ook nog. Oh, dat is een sleutel. Oh. Ik zeg iedere keer sleutel, maar een slot. Oké, dus dan moeten we een sleutel gaan zoeken. Je kan overal aanhangen en daar wil je niet aan hangen. Nou, dan toch lekker niet. Dan gaan we gewoon lekker naar boven. Een tv-ruis. Oké. Hier hebben we een klok. Jongen, soms zie ik gewoon het mannetje niet meer lopen. Het is zo donker af en toe. Hey, schaakstukken. Oké. Daar kom ik natuurlijk weer niet bij, maar we kunnen deze als verhoging gebruiken, dat zie ik direct al. Moet deze hier misschien niet op? Ja. Kijk. En dan, hopsakee. En we zijn in een kamer terechtgekomen met een groot schaakbord. Aha. Nou. Ik zie er ook een mannetje op liggen.
En ik zie dat wij alweer 20 minuten aan het opnemen zijn. En ik vind het eigenlijk best wel een mooi moment om te gaan stoppen. Nou, het was heel eventjes spannend. Ik heb de juffrouw heel even achter me aan gehad. En ja, dat maakt deze aflevering zeker niet saai. Want ja, je hebt inderdaad ook af en toe dat je een filmpje aan het opnemen bent. En dan heb je gewoon een heel saai stuk. Zoals de allereerste aflevering van deze game. Daar gebeurde niet veel in. Hier gelukkig wel. En hier ga ik ook bij stoppen. En ik zou zeggen, vonden jullie dit nou leuk? Like deze video even. En abonneer zeker op onze kanaal. Ben je nog niet geabonneerd? Dan zou ik het gewoon dus even lekker doen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.